Hi, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie twee hele luxe lipproducten laten zien in deze video. Ik heb het over de lipproducten van CeraHub. En voor degenen die CeraHub niet kennen, zij is eigenlijk bekend geworden met haar lipscrubs. In 2005 heeft zij haar eigen lipscrub gemaakt. Dat was er toen nog niet en zij miste dat. En er waren wel andere scrubs. Maar zij heeft toen in haar eigen keuken een lipscrub gemaakt en is dat gaan verkopen in LA. En toen kwam het in winkels te liggen in LA. En nou, een aantal jaar later werd het wereldwijd verkocht. Nog steeds trouwens, want het is echt een heel populair merk. Maar het is ook een duur merk. En daarna kwamen er een lipbalsem, lipgloss. Ze heeft verschillende producten in het assortiment van dit merk. En ik ga dus de lipscrub laten zien en meteen proberen. En de lipslip, en dat is dus de lipbalm uit de collectie. Het is ook een van de bestsellers. En ik moet bekennen dat ik echt eigenlijk nooit mijn lippen een scrubbeurt geef. En dat is misschien eigenlijk wel heel slecht, want ik sta echt al voor een goede huidverzorging, goede lichaamsverzorging. Ik scrub 1 à 2 keer per week. Ik smeer ook altijd mijn hele lichaam in. Ik reinig mijn huid goed, verzorg mijn huid goed. En dan horen daar de lippen eigenlijk ook wel bij. Maar dat ga ik vanaf nu doen. Op het potje staat ook, even kijken, waar ik dat nou, hoe je het moet aanbrengen. Hè? Een beetje op je vinger doen, een beetje immerseren, eventjes laten zitten en dan eraf halen. En dan staat er: vraag jezelf af hoe je ooit zonder hebt kunnen leven. Dus ik ben heel benieuwd. Reviews hiervan zijn altijd erg positief die ik heb gelezen. En ja, wat ik in het begin van de video zei, het zijn dure producten. Daar vertel ik aan het einde iets meer over. En ik moet wel zeggen, het ziet er wel allemaal heel luxe uit. Dit is dus de lipscrub. En er zitten maar eigenlijk ook een paar ingrediënten in. Het zit dan in zo'n potje. En je hebt in verschillende varianten. Dit is grapefruit. Ik denk die is wel fijn nu in de zomer. En in ingrediënten zit er eigenlijk alleen maar suiker in. Vaseline, druivenpitolie, jojobaolie en een paar kleurstoffen. En that's it. Natuurlijk wel in bepaalde verhoudingen. Dit is de lipbalm. En hij ruikt, ja, een klein beetje vanille of zo ruik ik. Maar verder vrij neutraal. Ik heb er al een beetje met mijn vinger in gezeten zoals je ziet. En ik zie er ook een fijn shimmertje in zitten. Ik heb het zelf nog niet op mijn lippen gedaan. Wel een beetje op mijn handen, want ik wilde het toch een beetje voelen. En het schijnt een hele luxe, fijne, hydraterende lipbalm te zijn. Dus ik ben benieuwd, want deze kost rond de 25 euro. Dus dan mag je ook wel iets verwachten. Nou, ik ga dus nu beginnen met de lipscrub. Ik gebruik ook een spateltje om er een beetje uit te halen. Dan hoef ik niet met mijn vingers en lange nagels erin. Het voelt ook een beetje harder zo. Dan kan je er een beetje uitscheppen. En er zit best wel veel in een potje, 30 gram. En je hebt natuurlijk maar heel weinig nodig voor je lippen. Dus ik denk dat je er wel heel lang mee kan doen. En dan ga ik het nu opdoen, immerseren. Het voelt wel heel erg lekker. Nou, dat is ondertussen een minuutje voorbij. Ik moet zeggen, het voelt en het smaakt ook heel erg lekker op mijn lippen. Dus ik ga het nu eventjes afdeppen. Ik heb geen tissues meer, dus ik doe het even met een handdoek. Maar het voelt wel erg fijn. Echt heel fijn. Heel glad. Heel zacht. En mijn lippen lijken ook iets voller. En ja, het heeft een veel meer kleur. Dan pak ik uit dit potje een beetje lipbalsem. Ja, een neutraal tintje met een shimmertje erin. En die ga ik dan opbrengen om mijn lippen te verzorgen. Nou, ik heb nu de lipbalsem dus opgedaan. Zoals je ziet glanst die heel mooi. En het geeft ook wel een mooi effect. Want ik heb ze natuurlijk net gescrubbed, waardoor er weer meer kleur in je lippen komt, je lippen iets voller worden. En dan is sowieso een lipbalsem wel fijn. Maar deze voelt echt heel zacht. Een soort fluweel zijdeachtig. En ik gebruik eigenlijk regelmatig wel een lipbalsem. Vooral 's avonds voordat ik ga slapen. Een labello of een lipbutter of zoiets. Een olie af en toe. Maar zoiets zacht als deze heb ik echt zo in eerste instantie nog nooit op mijn lippen gevoeld. Hij is echt heel fijn. Zoals ik al zei, er zit een heel klein fijn shimmertje in. Dat zul je niet, denk ik, op camera zien. Als je zo'n dag hebt dat je niet echt met een lipstick of zo wil gaan lopen, toch mooi verzorgde lippen wilt en niet helemaal, ja, niks erop, zeg maar, en het toch wil verzorgen, dan is dit echt wel mooi. Ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk ben van deze twee producten. En mijn verwachtingen waren ook wel hoog, want ik had er goede dingen over gelezen en gezien. Maar ja, in de praktijk blijken soms ook dingen gewoon tegen te vallen die op het internet best wel gehyped worden. Maar het is echt topspul. En ik denk dat ik hier wel een beetje een nieuwe obsessie door krijg. En meer scrubjes wil. Want ze zijn er in verschillende kleuren en smaakjes natuurlijk. Ik heb gezien dat er ook nu een nieuwe peach variant uit is. En die ziet er echt heel mooi uit. Die lijkt me ook wel, ja, ik hou wel van persikgeur. Het
zijn twee mooie luxe producten, echt een tractatie voor je lippen. En ja, dat wordt toch wel vaak vergeten, althans bij mij in ieder geval wel. Het is leuk om cadeau te geven, het is natuurlijk ook heel leuk om cadeau te krijgen. Zoals ik al zei, zijn ze niet goedkoop. De lipscrub kost rond de 26,95 zo uit mijn hoofd. En de lipbalm, de lipslip eigenlijk, want zo heet die. One Luxe Balm staat erop. Die kost 24,95, dus het is bij elkaar wel ja, ruim 50 euro. Dat is best wel duur. Sarah Hepp is onder andere te koop bij Douglas en bij Skins. En ik dacht ook bij Babassu, als jullie die winkel kennen, die zit in Amsterdam sowieso. Ik weet het niet, allemaal uit mijn hoofd. Volgens mij zit er eentje in Wassenaar. En ja, ze hebben natuurlijk ook een online shop. Maar dat zijn een beetje hier de verkooppunten van Sarah Hepp. En volgens mij, bol.com, dacht ik, heeft ook een paar producten. Maar niet, die hebben lang niet alles. Die hebben echt maar een paar dingetjes. Maar goed, daar zou je eventueel ook kunnen kijken. Ik ga vanaf nu regelmatig mijn lippen scrubben. En ik ben ook benieuwd of jij dat wel eens doet. Of dat het bij jou ook erbij inschiet. Ik heb wel gemerkt en net gevoeld dat er wel weer een soort van nieuwe obsessie bij mij komt hierdoor. En ja, vind je dit een leuke video? Graag het blauwe duimpje omhoog. En laat vooral hieronder in de comments weten dus of jij wel eens ook je lippen scrubt, ja of nee. Nou, laat het me maar weten hieronder in de comments. Vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel daarvoor en ik zie jullie natuurlijk heel snel weer in de volgende video. Doei!